Er was dus een stad, ooit de grootste van het land, die voor zijn bisschop een kathedraal ging bouwen, de allermooiste van het land. Maar eeuwen later kwam de grootste tornado die het land ooit trof en verwoestte het hele midden van die mooie kathedraal. En zo is sinds 1674 het hart van de levendige stad Utrecht één groot gapend gat. Saai, hè? Er is hier niet zoveel te doen. Echt winderig. En hier zou je toch echt wat willen gaan doen? Kijk, 150 jaar lang heeft hier die ruïne gelegen. Bedenken ze. En dat mensen de kerk en de stad ermee bezig zijn geweest van, wat moeten we daarmee? Het is altijd al een plek geweest waar het heeft geborreld en gebroeid. Het gat roept vragen op om het gat ook weer op te vullen. Met welk idee dan ook. Met opgravingen legt de archeologie hier de allernoordelijkste vesting bloot van het Romeinse Rijk. Van het kerkje van waaruit Willebrord ons land kerstende. Hier woedde de beeldenstorm. Hier verenigde Nederland zich voor het eerst tot één staat. Na de ramp is altijd wel geprobeerd dit saaiste plein van Nederland wat op te leuken. Maar de laatste paar jaren borrelt en broeit het steeds meer. Te beginnen met een serieus bezoekerscentrum dat iets van de rijke geschiedenis vertelt. En nu komt voor het eerst het Domplein zelf aan de beurt. We raken nu echt uit het hart van het plein. Kijk, we hebben hier in de straten rondom het plein, Servetstraat, Domstraat, Korte Nieuwstraat, die markering aangelegd van het Romeinse Castellum. Waar je s'avonds dat groene spel van nevel en licht kunt zien. We hebben een eerste schatkamer hier daar onder het Utrecht Centrum voor de Kunsten, waar we al duizenden mensen hebben mogen ontvangen. Dus er is al de nodige reuring gaande. Maar nu raken we het hart van het plein. Nu komen we echt, zeg maar, in de ziel van de stad terecht. Ja, dat maakt het extra bijzonder en daardoor krijgt het ook veel meer aandacht. Zeker. Daar zie je de kerk. Daar zie je de toren. Vervolgens Domplein. Dan zie je hier het weggewaaide schip. Dan zie je hier dus de pijlers van de kerk. Dit is het deel van vergif opgegraven in 1949. Put 9. Dit is waar de initiatiefnemers nu naartoe willen. Onder het Domplein, met resten van een rijk verleden. En je ziet daar de houten paaltjes van de Romeinse weg, de Via Principalis, zie je hier onderin lopen. Dit is de Zuidpoort, hè? Daar zie je de Zuidpoort van het Castellum. Dit is het Castellummuur. Theo van Wijk ontleent zijn inspiratie aan een maquette die hij lang geleden erfde van stadshistoricus Frans Kip. Toen zei ik tegen hem 25 jaar terug, maar Frans, stel voor dat we ooit eronder zouden kunnen mogen. En dat je dan door die Zuidpoort zou kunnen lopen onder de grond. En toen zei hij, nou dat gaan wij in Nederland never nooit doen vanuit de wetgeving van de archeologie. En dat praat ik over is onvoorstelbaar eigenlijk. Echt volstrekt onvoorstelbaar. En zoals we er toen in die tijd naar keken, ook nodan. En eigenlijk moet je daar ook helemaal niet over praten. En nu? En nu hebben we 25 jaar natuurlijk heel veel meegemaakt. En nou is het bijzondere dat wij nu zover zijn dat we die 20 eeuw geschiedenis met al die verhalen langzamerhand kunnen gaan laten zien, aanraakbaar en beleefbaar maken voor burgers en toeristen. Beleefbaar. Binnenkort komt dit al klaar. Een app waarmee met mobieltje of iPod al aardig is te zien hoe deze plaats er in het verleden bij lag. Kijk, hier zijn we op het Domplein vandaag. En dan draaien we zo, we zien de Domtoren. Draaien we zo richting het UCK en dan schakelen we in één keer naar het Romeinse Castellum. Hier staan we midden in het Castellum. Kijken we tegen barakken aan. En als we dan weer doorschakelen. We hebben de Romeinse tijd gereconstrueerd. En we zijn nu nog bezig met de vroegchristelijke periode. De tijd van Willibrord zou je kunnen zeggen. En hier zie je de kruiskapel. En dit is rond het jaar 800. Dan staan er kerkjes en waarschijnlijk een kloostercomplex op het Domplein. Hier zie je de kruiskapel, daarachter de Oud-Munster. En het speelt zich af binnen de restanten van het Romeinse kamp. En als we dan weer doorschakelen naar 1674, dan staan we in één keer midden in de Domkerk, eigenlijk zoals die toen was.
En kijken we achter het bevrijdingsbeeld in de kerk, in het prachtige interieur van die gotische kathedraal van 1674. En als we dan doordraaien, ja, waar komen we dan uit? Dan komen we precies weer uit bij de kerk zoals die nu is. Vlakbij, in het toeristisch centrum Rondom, opende Van Wijk en Baltus anderhalf jaar geleden al een eerste belevingsruimte. De eerste schatkamer, die is gerealiseerd anderhalf jaar geleden. Daar ziet u de Romeinse muur en de Noordpoort, rondom de Noordpoort is dat gemaakt. Maar het belangrijkste project is natuurlijk schatkamer 2, tussen de kerk en de toren. Precies een heropgraving van de putten van vergif uit 1949. Daar staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pijlers in. En dan kijken we in het gat tussen die toren en de kerk, althans van wat er nog staat. En daaronder, onder dat plein, daar willen we die tweede schatkamer gaan maken. En het is al mooi nu midden in de winter, nu er geen bladeren aan die bomen zitten, dan zien we het ook goed. Want hier de stoeprand. Want daar, we kunnen net deze prachtige kastanje kunnen we sparen. Dan gaan we hier voor langs. Dan gaan we tot en met deze bomen. Dit hele gebied wordt schatkamer 2. Wauw. Ja. Hoe groot? Ongeveer 350 vierkante meter. Ja, het wordt heel spannend nu. We zijn druk bezig met de vergunningen die we nodig hebben. We zijn bezig met de financiering om die helemaal rond te krijgen nu. En we gaan met de buurt, de omwonenden in gesprek. Om te praten over de bomen. En ja, wat ons betreft liever meer groen dan minder groen. Gaat dan deze zomer de schop de grond in. Eerst van de archeologen. En daarna direct daarop volgend de bouw van het centrum. En dan in de loop van 2013 hopen we dat bouwen afgerond te hebben. En gaan we in het jaar dat Utrecht de Vrede van Utrecht viert, gaan we open met Schatkamer Domplein 2. Maar waarom ophouden in 2013? De initiatiefnemers kijken al lang verder dan volgend jaar. We hebben afgelopen zomer deze proefopgave gedaan. In de uitwerking zijn we erachter gekomen dat er allemaal grafkamers hier liggen. In het afgelopen half jaar hebben we in overleg met de Rijksdienst gekeken naar deze plek. En dat zijn eigenlijk alle grafkamers onder het monument. Kijk. En toen we die uitwerkingen zagen, hier ziet u de skeletten ook liggen, konden we de maatvoering vinden van de grafkamers, zodat we die hierin op konden nemen en ook de maat hiervan kunnen bepalen. Nou, de bedoeling is nu dat we de komende jaren ook dan de uitbreiding die kant op gaan maken, waarbij we ook de grafkamers onderdeel kunnen gaan maken van het centrum. Het is natuurlijk een verhaal van mensen, een fascinerend verhaal. En er hangt nog meer in de lucht dat ons moet doen beseffen dat het Domplein een verhaal heeft. Het is wel een mooie toevalligheid dat twee projecten op een geweldige manier nu bij elkaar komen. We hebben het traject Lumen, dat is een lichtproject eigenlijk voor de hele binnenstad. Waar kunstenaars op allerlei manieren bijzondere plekken in deze stad hebben voorzien van lichtprojecten. Maar het ontbrak nog aan een sluitstuk hier op het Domplein. En met een internationale prijsvraag is een bureau uit Londen, Spiers & Major, geselecteerd om aan dat sluitstuk vorm te geven. En die hebben een geweldig plan bedacht, waarbij zowel de kerk als hier de toren waar wij nu in staan, zeg maar, uitgelicht worden, van binnenuit worden uitgelicht. Maar dat hebben ze zo gedaan dat het licht niet continu aanstaat als het 's avonds donker is, maar dat het een beetje beweegt, een beetje ademt. Dus dat licht gaat een beetje uit en een beetje aan, een beetje minder aan. En daardoor, en omdat ze dat allebei doen, zowel in de kerk als in de toren, lijkt het weer alsof die twee weer echt met elkaar verbonden zijn. Yeah, but what would be great is when you're underground, if you were in the center at that moment, you would get these kind of, A great feeling of being kind of Wat wij natuurlijk met die schatkamer willen, is laten zien hoe kerk en toren ooit met elkaar verbonden waren. En dit lichtproject doet precies hetzelfde, alleen op een hele andere manier. En met elkaar kunnen we dat tot een geheel brengen. Want in die schatkamer willen we ook lichtvensters maken, waardoor je als je over het plein loopt ook naar beneden kunt kijken. En andersom vanuit die schatkamer ook weer omhoog kunt kijken naar de kerk en de toren. En in 's avonds kun je je voorstellen dat dat in het lichtspel mee gaat doen. Je krijgt incredible shadows and revealing, textures. Beautiful. It's totally cool.
En dan zie je dus toren, ondergronds en het koor van de kerk zie je dan als één geheel meedoen in dat prachtige lichtspel. And then as you the moment of the energy particles begins to happen, that light, you know, the light on the architecture, the tower and the cathedral falls to a static level. Yeah. At this point you begin now to see something happen. Then you see all kind of light dots which are moving. Yeah, I mean, because the whole nature of this is that there is a streaming of things towards the cathedral, but light on the cathedral and on the tower and the street lighting in the big vision is breathing. Yeah. So at this moment, the question would be, if the centre is visible in any way, should the light in the centre breathe as well? Yeah. Yeah. Well, I think so. Yes. Nou ja, dat ademen, dat heeft natuurlijk ook te maken met die 2000 jaar geschiedenis. Hè? En alles wat hier heeft plaatsgevonden. Al die oorlogen tot en met de sodomietenvervolging. Er is hier heel wat bloed gevloeid natuurlijk op het plein. Nou, dus, en dan nog natuurlijk de tornado. Er is elke keer is er weer wat heel veel over mensen en samenleving gaat. Dus dat ademende plein. En dan de oorsprong van Utrecht en dan de ontwikkeling van de samenleving, ja, dat inspireert natuurlijk geweldig. Deze plek is zo bijzonder, hè? Niet alleen Utrecht, maar het gaat ook over de geschiedenis van het land, waar je gewoon het verhaal van kunt en mag vertellen. We hebben een plan, ja, wat veel verder gaat dan dit, maar we hebben een tactiek van stap voor stap. Proberen dat grote verhaal te bereiken. Dit is één van die stappen, maar hopelijk komen volgen en nog vele stappen daarna. Want al moeten ze er jaren over doen, uiteindelijk willen Paul Baltus en Theo van Wijk en hun initiatief Domplein rondom de Dom de huiskamer van Utrecht maken. En stap voor stap er de geschiedenis tot leven brengen. We staan hier bij de noordpoort van het Romeins Castellum. En we gaan de Romeinse route, een van onze deelplannen willen we hier maken. We gaan hier naar de Romeinse Laag, ietsje lager. We gaan deze kant op. We komen hier de Romeinse muur weer tegen, in ons keldertje 3. Hier hebben we het eerste gat al gemaakt op weg naar het volgende deel. Het is een keldertje dat Van Wijk al in de jaren 80 precies in deze staat ontdekte. Dit bracht hem op het idee van een onderaardse route langs een stuk Romeinse vestingmuur. Dat bijna niemand hiervan wist. Als hier de oorsprong van Utrecht en alle verhalen hier verborgen ligt, laten we gaan kijken, op de een of andere manier moeten we dit gaan vertellen. Hier naar beneden gegaan en je staat oog in oog met die kastellenmuur. Dan was ik natuurlijk bijzonder verrast door 1. Deze restanten. 2. Loopt het hier nou door? Hebben we hier meer van? 3. Ik sta 5 meter onder de grond. Dus als we die kant op zouden kunnen graven, kan je een ondergrondse Romeinse laag onder Domplein en de stad maken. Nou, dan zijn we dus helemaal daar vandaan gekomen. Onder de grond, Romeins niveau. We komen hier ergens boven. En dan krijg je hier... Kijk, dan krijgen we de vismarkt. En een paar meter verder, op diezelfde vismarkt, ligt mogelijk een ander project in het verschiet. Ja, en dan hier, bijna niemand weet het, maar hier zie je het bordje Paleis Loof. Dat is het paleis van de Duitse keizer Hendrik de IV. Verbonden aan de Domtoren. Die tijd. Paleis Loof van de Duitse keizer. Maar kijk, hier... Restaurant Walde, nu in gebruik. Ja, zie je, we hebben hier nog 2 pilaren over. Maar we hebben onderzoek gedaan een aantal jaar geleden. We hebben er nog 7, die kant op. Stel eens voor, als we dat helemaal weer in ere kunnen herstellen. We hebben de hele zaal van 1040 weer beschikbaar. Nou, kijk hoe het nu is. Nu is het slechts beperkt tot een café, restaurant, disco. Stel je eens voor wat het echt weer kan worden. Zoals gezegd, het borrelt rond het Domplein. En de ideeën gaan verder dan ooit. Burgemeester Brouwer gaf hier 8 jaar geleden de eerste stort voor de herbouw van het ingestorte middenschip in Steigerbouw, dat maar eventjes stond. Maar sinds kort
is er een nieuwe stichting die verder wil gaan dan een kortstondig luchtkasteel. Complete herbouw. Ons idee is om er een historische bouwplaats van te maken. Echt met een hoop bedrijvigheid en waar mensen kunnen zien hoe het middeleeuwse bouwen in zijn werk ging. Volop levendigheid, ambachten in beeld, de smidsen die je hoort, dat soort zaken. Gaat het u om het middenschip weer of gaat het u om het bouwen? Het bouwen is nog belangrijker. Het gaat eigenlijk om het proces, om mensen te laten zien hoe het was. En daar komen nog twee andere dingen bij, namelijk het voordeel dat we mensen kunnen opleiden en dat we Utrecht echt op de kaart zetten. Zoiets is al eerder gelukt in Nederland. De Bataviawerf, waarmee scheepsbouwer Willem Vos het doodsaaie Lelystad toeristisch op de kaart zette. Met niks begonnen op een kaal weiland achter de dijk en opgezet als opleidingswerkplaats en levend museum, bracht hij na 15 jaren de Batavia tot zeilen. Bent u iets wat gestoord in deze dagen van crisis? Mooie dingen zijn altijd kostbaar. Als je er tijd voor neemt, kun je een hele hoop realiseren. En een bedrag van 150 miljoen euro. Als u dat uitrekent, een tientje per persoon, 300.000 man van 50 jaar lang, dan is de som compleet. 50 jaar wilt u erover doen? Nou, dat is een hele globale schatting. Dat hangt af. Eigenlijk gaan we het proces nastreven zoals in de middeleeuwen. Als je er langer over doet, kun je je permitteren om geleidelijk aan de middelen bij elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk dit hele wezen van die historische bouwplaats. Als er meer bezoekers komen, komt er meer geld in het laadje, gaat het wel harder. Komen er iets minder bezoekers, gaat het wat langzamer. Eigenlijk zoals het ook in de middeleeuwen ging. Natuurlijk ook een enorm plan. Kijk, wij houden ons bezig met alles wat onder de grond zit. Dat bijt niet een plan. Of het plan om bovengronds te herbouwen, dat bijt het niet. Hè? Want je kunt allebei doen. Ik ben zelf niet een iemand van reconstrueren. Ik vind het geweldig om de geschiedenis te laten zien, dat wat er is. En dat tot leven te brengen. Ik vind het bijzondere van het Domplein, nou juist dat die storm hier is geweest en dat we hier dat gat hebben. Welke stad heeft zo'n bijzonder verhaal te vertellen? En als je dat reconstrueert, dan ben je voor een deel die mythe van dat plein ook een beetje kwijt. Dus voor mij hoeft het niet zo, maar ik vind het wel geweldig dat ook hiervoor weer geldt dat een groep mensen uit zo'n stad zich laat inspireren door die plek hier en dan met zo'n verhaal komt. Absoluut. Het is niet echt een gunstig tijd, omdat iedereen met angst op zijn stoel blijft zitten. Maar juist nu is er behoefte aan nieuwe dromen. Elke berg die verzet wordt, begint met een eerste. En ik denk dat dit heeft een geweldige potentie. We hebben in Utrecht heel veel moderne gebouwen rondom de binnenstad. En het wordt dus tijd dat de binnenstad een antwoord gaat geven op het grote geweld van buitenaf. Maar waar de ene groep al heel ver is, staat de andere nog nauwelijks op de kaart. Met nog bitter weinig steun en middelen zoekt de herbouwclub daar een manier om toch op niet al te lange termijn aan de slag te kunnen. De dakruiter nog op staat. Dit is een van de eerste afbeeldingen van de dakruiter. We hebben iets gevonden wat in onze beide ideeën zit, namelijk de herbouw van de dakruiter. Wat is dat? De dakruiter, de vieringtoren, de toren die eigenlijk op de kruising stond van het dak, van het koor en het transept. En het is een hele bijzondere vieringtoren geweest, waarin we kunnen laten zien dat Utrecht echt een hele bijzondere kathedraal had. En zo gaat de groep met de kerk in gesprek over haar wens. Een dakruiter als eerste bijdrage aan herstel van de Dom in Oude Luister. Een andere oude stad viert hier het herstel van zijn kathedraal in Oude Luister met een spectaculair lichtspel. Net als in Utrecht was het zo zwaar beschadigd dat men er even over dacht de boel maar op te ruimen. Na brand en zware Duitse bombardementen in de Eerste Wereldoorlog. Maar dit is Reims, zowat de heiligste kerk van Frankrijk. Hier werden 31 koningen van Frankrijk gezalfd. Dit is de kathedraal van Jeanne d'Arc. En dus werd herbouwd, bijna een volle eeuw lang. Et on a à peu près calculé la dépense, c'est-à-dire si on devait le faire aujourd'hui. Eh bien, on a été un peu surpris, pas tant que ça, autour de 400 millions, ou bien entre 200 et 600 millions, parce qu'on a eu du mal à en juger. Mais donc ça donne l'échelle d'un gros ouvrage actuellement, ou bien de deux avions, parce que 400 millions, c'est deux Airbus.
Oui, c'est pas négligeable, mais c'est pas insurmontable. Tenminste over bijna 100 jaar uitgesmeerd. Maar dan heb je het ook over zowat de mooiste kathedraal ter wereld. Il y a la volonté politique de le faire. Bon. Alors, la technique, on l'a. Ceux qui disent on saurait plus faire ça, c'est de la foutaise. Vous avez ici des portes de la cathédrale. Ces portes font chacune environ 2 tonnes. Elles se manœuvrent avec un doigt. Un seul doigt. Ça a été fait dans les années 30. Un seul doigt. Donc on sait encore faire tout ça. Mais la pierre, c'est pareil. On a les techniciens. Moi, votre projet d'Utrecht, je le trouve tout à fait possible. Il faut mobiliser tout le monde. Il faudra peut-être être un peu fou, un peu fada. Oui, oui, il faut être un peu fou. Et alors, c'est pas gênant. Pour un projet comme à Utrecht, qu'est-ce qu'il faut d'abord? La volonté politique, le fric, un petit peu de folie. L'ambition. La première chose, c'est l'ambition. Parce que si nous célébrons les 800 ans de la cathédrale, c'est pour célébrer l'ambition de ses bâtisseurs et montrer que nous voulons en être dignes de nos jours, que nous voulons construire une ville au XXIe siècle avec autant d'ambition que les bâtisseurs de la cathédrale en avaient au XIIIe. Donc la première chose, c'est l'ambition. Après, eh bien, cette ambition, il faut qu'elle devienne une volonté politique. Et à partir du moment où il y a une volonté politique, on finit par trouver l'argent. En Utrecht, misschien staan we aan een begin. Kijk, 150 jaar lang heeft hier een ruïne gelegen. Bedenk eens, hè, dat 150 jaar midden in de stad zo'n ruïne hier al ligt. En dat mensen de kerk en de stad ermee bezig zijn geweest van, wat moeten we daarmee? Moeten we dat nu opruimen, herbouwen? Dus het is altijd al een plek geweest waar het heeft geborreld en gebroeid. En ik weet ook nog wel van een jaar of 20 geleden, 30 jaar geleden zijn er ook prijsvragen geweest. Er zijn altijd ideeën geweest om met deze plek iets te doen. Dus het daagt blijkbaar ook uit om met ideeën te komen. Dus ook zo'n idee voor de herbouw van het middenschip, ja, dat komt daaruit voort. Hè. Het gat roept vragen op om het gat ook weer op te vullen. Met welk idee dan ook.